Hoi allemaal, welkom bij MTPTV, het YouTube-kanaal van het social media en marketingbedrijf Meet the Players. Mijn naam is Angela Timisela en ik neem jullie mee de voetbalwereld in. Ik ga op bezoek bij de spelers en ga proberen een andere kant van ze te laten zien. Ook kan het wel eens voorkomen dat er een leuke gast voorbij komt. Houd daarom de social media-kanalen in de gaten van Meet the Players. Nou, ik ben hier nu te gast in Jan Breidelstadion, Club Brugge in België, met Lex Immers. Hi. Hi, we gaan even lekker zitten hier. Zo, je hebt net getraind, hoe ging het? Ja, super. Super lekker getraind en pittige training altijd. Een dag na de wedstrijd als je niet hebt gespeeld. We gaan er vandaag een leuke dag van maken en we gaan beginnen met een leuke hotspot in Brugge. Wat is nou echt kenmerkend voor Brugge? Nou, ik ken Brugge natuurlijk nog niet zo heel goed, maar ja, ik ben een paar keer pas in het centrum geweest. En de markt is wel, marktplein daar zo, dat is wel oké. Okay. Daar zitten alle winkeltjes, restaurantjes en dat is wel een goede spot. Wat maakt de grote markt zo mooi aan Brugge? Ja, je ziet het al, denk ik. Hier komen alle mensen bij elkaar eigenlijk om deze plein te zien. Het grote markt, de kerk. Vooral voor veel toeristen is het echt een mooie plekje om te zien en voor mijzelf ook. Hoe was de kampioenschap in Brugge hier? Ja, precies op de goede plek, ja. Het was, wij stonden, zeg maar, was er een podium tegen de kerk aangezet. En dan stonden wij met onze gezichten richting de mensen die hier al stonden ongeveer. Het was echt fantastisch. Ik heb het natuurlijk al met Ajax meegemaakt, maar het blijft speciaal. En met club ook. Het was mijn eerste keer. Ik zat er anderhalf jaar. Dus het is altijd mooi als je dan direct kampioen kan worden. En ik denk dat we vorig jaar een hele goede jaar ook hadden gehad met club. En voor mij was het ook prachtig om mee te maken. En voor jou, Lex, gaan we nu naar de kampioenschap toe? Gaan we het meemaken ook? Ik hoop dat we nu voor de tweede keer achter elkaar kampioen kunnen worden. Ik hoor dat het heel lang geleden is dat er een club twee keer achter elkaar kampioen is geworden in België. Dus ja, ik hoop het ook een keer mee te maken. Ik ben met Feyenoord ben ik één of twee keer dichtbij geweest. Dat we aan het eind van het seizoen met die beker hier ook hier weer staan. Even over Meet the Players. Hoe is dat gegaan? Ja, en natuurlijk vanuit Instagram, waar ik af en toe op zat, zie je natuurlijk bij een oud speler van mij, Kenneth Vermeer. Ze had altijd zo'n mooie logo en hij zei dat alles altijd voor hem gedaan werd. En ik dacht, ja, dit is wel handig. Hoef je dat allemaal zelf niet te doen. En toen op een gegeven moment kwam een aanmerking en kwam er een babbeltje. En ik voelde me goed. En hun voelden zich goed bij mij en uiteindelijk zijn we tot de samenwerking gekomen. Ja, eigenlijk wel een beetje hetzelfde ook met Instagram. Ik gebruikte mijn Instagram niet zo heel veel. In ieder geval, ik gebruikte het wel, maar ja, ik ontdekte op een gegeven moment ook dat je ergens bovenin een dingetje had waar je, een box had waar je berichten in kreeg. En op een gegeven moment keek ik in die berichten en toen zag ik allemaal dingen toewijzen of toezeggen en openen. En op een gegeven moment zag ik ook een dingetje van Meet the Players ertussen staan, van Marciano en Sheets. Dat ze mij benaderd hadden of ik daar interesse in had. En ik had daar voorheen, had ik wel bij Feyenoord, had ik een hele hoop jongens gezien die ineens plaatjes hadden, bewerkte plaatjes. En dan dacht ik bij mezelf ook wel van, nou, dat vind ik wel leuk. Dus zodoende ben ik eigenlijk bij hun gekomen en ik ben super tevreden erover en ik vind het heel leuk. Nou, dan gaan we nu ook gelijk maar een mooie foto maken, denk ik dan, voor Instagram. Wij gaan er nu weer vandoor. We gaan over naar de FIFA Challenge. Er komt ook nog een hele leuke winactie aan. Dus blijf kijken. Yeah. Mijn bro, ik heb geen tijd. Mijn bro, ik heb geen stem. Mijn bro. We beginnen aan de FIFA Challenge. Stefano vs Lex. Ik ga ze tussendoor allerlei vragen stellen. En dan gaan we kijken wie er gaat winnen, wie de meeste vragen goed beantwoordt. Met welke club ga je spelen, Lex? Club Brugge. Stefano Club Brugge? Tuurlijk. Wat is de opstelling? Ga je jezelf in de basis zetten, Lex? Nou, mijn punten gezien niet. Oké, ik ga beginnen met Stefano. Wat is Lex zijn favoriete eten? Kom, snel. Sorry. We hebben niet alle tijd. Spaghetti. Lex, is dat waar? Ja. Het is waar! Zo. Wat zou Lex zijn als hij geen voetballer zou zijn? Lex lijkt me iemand die in het kantoortje zou zitten. Hè? Ja? Over financiële zaken zou gaan. Nee, sowieso niet. Wat zou jij zijn als je geen voetballer zou zijn, Lex? Ja, goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet echt. Maar ik denk dat ik meer in de bouw zou zitten. En een beetje tegelen, schilderen of dat soort dingen. Wat is zijn meest favoriete kledingmerk? Ik heb toch wel een paar doodskoppen gezien hoor. Dat is Philip Plein, denk ik.
Filipijn, klopt dat? Nee, ook niet. Slechtste eigenschap van Lex? Verliezen. Wat dan? Lex? Hij is kort ook. Nou ja, dat is wel, zit hij wel behoorlijk in de buurt. Ja. Ik reken hem wel goed. Hoeveel wedstrijden heeft Lex voor Feyenoord gespeeld? Je mag er 5 naast zitten. 100. Wordt hij goedgekeurd of niet, jury? Ik vind dat hij wordt goedgekeurd. Hij wordt goedgekeurd door Meet Players, de jury. Nou, hoeveel kinderen heeft Lex? 3. Ja, Stef, hè? Ja, lekker man. Hoe is het gegaan in de eerste helft? Slecht. Ik sta 2-0 achter. Oké, we gaan met de vragen beginnen. Lex, droomclub van Danceville? Ik denk Barcelona. Is dat zo? Nee. Ik weet het, denk ik. Chelsea. Toppie. Wat zou Stefano's beroep zijn als hij geen voetballer zou zijn? Ik denk dat ik hetzelfde antwoord ga geven als dat hij gaf op mijn antwoord. En dat is? Dat hij ook een kantoorbaan iets zou hebben. Ik ben meer van de trainers dingetjes. Ik heb mijn trainersdiploma al, dus dat is meer mijn ding. Ja, dus je zou trainer dan zijn? Ja, ja, toch wel. Favoriete artiest? Wat gebeurt er? Andreetje Hazes. Nou. Ik luister die wel 1 keer per dag, dus hij heeft wel een beetje gelijk. Aardig, aardig. 2 punten. Slechtste eigenschap van Stefano? Ik weet niet hoe ik die moet brengen, man. Oh. Slechte eigenschap van hem, dat hij vaak laat is. Oké, ben je vaak laat? Laat? Wat is laat of precies? Is dat... Ja. Kantje boord, hè? Kantje boord. Hoe komt dat dat je vaak te laat bent? Of precies net op de minuut op tijd? Ik ben altijd 5 minuten voordat ik er moet zijn. En ik bedoel, ik kom er op 7 minuten vandaan. Ja, dan vertrek je meestal altijd, denk je van ik red het wel. En dan red je het ook wel, maar een beetje nip. Wat is Stefano's rugnummer? Die moet je weten, kom op, die moet je weten. 24? Naast. Nee, goed. We gaan even naar de laatste vraag, want de wedstrijd is afgelopen. FIFA is gewonnen. De FIFA Challenge is gewonnen nu in de wedstrijd door Stefano. De laatste vraag, ik weet niet of het heel veel nog uitmaakt, maar ik ga hem je toch vragen. Wanneer is Stefano jarig? 7 mei 93. Zo! Wacht even! Ik weet dat je uit 93 komt, dat weet ik. Ja, ik zeg maar wat, jij zegt net mei. Dus ik zeg 7 mei of zo. Klopt dat? Oké. Hij zit goed. Nou, dat is wel een bonusvraag met 2 puntjes hoor. Lekker zeg, kom maar gelijk hè. 6 punten en je hebt verloren de wedstrijd. Ja, en hoeveel punten levert die op? Ja, 0. Dus de winnaar van de FIFA Challenge, Stefano Danceville, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb ook nog een hele leuke winactie voor jullie. Wap, dit ging net goed. 2 gesigneerde shirtjes van Club Brugge, van Lex Immers en Stefano Danceville. Wat moet je hiervoor doen? Je moet geabonneerd zijn op het YouTube-kanaal van Meet the Players. En een leuke reactie onder deze video schrijven waarom je deze 2 shirtjes zou moeten winnen. Dus doe je best en tot de volgende keer. Ciao.